Hé hey vriend! Kijk jullie, hij is een salamandertje. Oh god. Ja jongens, dat hoort er ook bij. Luier verschoon onderweg, kijk. Hey, camera. Oh my laarsjes. Hier laarsjes. Zie je laarsjes aan het filmen? Ja. Hey, Pilo Pilo. Hey, camera. Oh my. Leuke pizza. Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nou, zoals jullie hoorden, we gaan lekker. Pizza. We gaan lekker fietsen. Kijk, ik heb de fiets heb ik achter op de auto gehangen. We gaan naar vliegbasis Soesterberg. Het schijnt dat je daar 10 kilometer aan fietspaden hebt of zo. Dus we gaan even lekker fietsen, hè, jullie, hè? Ja. Yay! Ik heb mijn tas gepakt, spulletjes gepakt. En nou gaan we lekker in de auto. En dan gaan we fietsen naar Soesterberg. Tenminste, fietsen in Soesterberg. We zijn aangekomen bij vliegbasis Soesterberg, Julia. Heb je er zin in? Ja. Gaan we lekker fietsen? Ja. Heb je helm bij je? Ja. Ga je die zo opdoen? Zo opdoen. Zo opdoen. Kan niet. Nou, in ieder geval, wij zijn aangekomen bij vliegbasis Soesterberg. Hey, ben jij hier ook? Ja. Waar ben jij? Ik ben hier ook. Ik ben hier ook. Ik ben hier ook, papa. Hier, ze hebben dat al helemaal uitgestippeld, zie je? 6, 8, 95, 9, 50, 3, 50. Dus dat is 3, 4,5, 5,5, 6, 7, 9,5, 10, 15. Dat is makkelijk te doen, joh. 15 kilometer. Ja, joh. Appeltje, eitje. En dan kunnen we zelfs nog zo. Die kennen we zo. Gaan we dat doen, jullie, hè? Gaan we dat doen? Gaan we deze bordjes volgen? Yes. Nummer 56. Ja, we zijn nu bij 55 en dan moeten we naar 56 fietsen. Waar is je haar? Wat heb je met je haar gedaan, meisje? Ik zie haar nou. Zeg maar, dat zit op mijn hoofd. Kijk maar. Je hebt er een bende van gemaakt. Kijk dan, mama denkt weer dat jullie een fotomodelletje is hoor. Die moet weer passeren. En Julia gaat er vandoor. Julia, zwaaien! Zo, we zijn er klaar voor, hè, Julia? Ja. Gaan we lekker fietsen. Ik maak eventjes deze camera standaard hier op de fiets. Kun je de camera vasthouden? Ja. Hey, Zero. YouTube. Hey, YouTube. Hey, papa filmen. Ja. Hey, papa. Ben je doen, papa? Ik ben eventjes de camera standaard aan het vastmaken, Julia. Ja. En die kunnen we ontfilmen. Ja, kijk hier. Papa hier ook. Zo, daar gaan we. Ja. Goed zo, meisje. Ja, papa. Mama. Ja, mama. Voor de auto aan. Voor de auto aan. Ja, wachten. En dan kunnen we. Gas, papa. Gas, papa. Hoppata. Kerosineheuvels, dus dan mag je niet roken. Nee. Grote vogels. Ja. Nog meer kleine vogels. Ja. En een windmeter, die kunnen we ook tegenkomen. Ja. En we zijn nu. En een kommavlinder. Oh, dus we kunnen zo over de. We gaan gelijk over die fiets. Of over die. Landingsbaan. Oh, is dat zo? Ja, alleen nu mag het niet. Gesloten van 15 maart tot 30 juni. Niks persoonlijks. Was dat zo'n coma-vlinder? Nee, het was geen coma-vlinder. Het was denk ik gewoon een nou, daar gaan we weer. Daar gaan we dan.
andere keertje, ja? We komen er nog wel meer tegen, denk ik. Mag ik uit? We gaan verder fietsen. Kom, ga maar staan op je steppies. We gaan fietsen. 1, 2. Ontdek, Park Vliegbasis Soesterberg. Wauw! Kijk, we fietsen gewoon naar binnen. We fietsen gewoon de bunker in, Julia. Nee. Wauw, bunker. Is hier mooi? Donker, hè? Nee. Mag ik hier nog? Nee, dat past niet. Past niet met de fiets. Kijk, Julia, hier heb je een dikke alger. Gaan we daar even kijken? Kijk, hier heb je nog zo'n grote hangar. Kijk, vliegtuig. Dat is een broedding. Vliegtuigbroedding. Zo'n hotel, een insectenhotel. Ik heb het woord gevonden. Ik wacht op dat je het beste in de pakken krijgt. Kijk, Julia, een insectenbroedding. Deze hebben ze dicht. Dit zijn hele grote deuren, Julia. Kijk, hier op de grond heb je de rails. En via die rails doen ze de deuren open. Kijk, die glijdt dan hier overheen, zie je dat? Zo, dan is dit de achterkant van de hangar. Ik heb nog wel feestjes gehad in dit soort dingen. Dat was wel lachen hoor, Cubase, Wezen Airport. Oh, vet feestjes. Knallen in de bunkers. Oh, hier zit ook een grote deur, denk ik, of zo. Er staat een beetje benzine. Benzine, hè? Grote deuren. Ik vind dat altijd wel mooi hoor, die legerbouwwerken. Ja. Ja, hé Julia. Mama is hier, denk ik. Ik dacht eigenlijk dat het hangars waren om je vliegtuigen op te slaan, maar ik zie hier een bordje Aircraft Fueling Station. Dus misschien dat het alleen een tankplaats is om vervolgens weer verder te vliegen. Ik heb geen idee. Ze zullen ze er ook wel in opslaan, denk ik. Ik weet het niet. Weet jij het? Voor rare koeienkeutel dan? Of is dat een dierbodem? Het is Hier, gaat weer een zweefvliegtuig. Papa heeft een rupsje gevonden. Hier ook. Kijk eens wat zie mooi. Zie je hem? Rupsje. Dit is toch niet eng? Nou, joh, gekkie. Dit wordt een vlinder, Julia. Denk ik. Nee. Nee, wordt het geen vlinder? Wat doet papa nou, Juliaatje? Mijn papa. Is het jouw papa? Wat doet hij nou dan? Nou, we gaan weer verder fietsen, hè, Julia? Ja. We hebben het hier wel weer gezien. Tenminste, het is wel mooi om te zien, hoor, dit. Het is weer eens anders dan door het bos en fietsen, mountainbiken.
Kijk, een mooi railsie waar je je fiets in kan zetten. Speciaal voor de fiets gemaakt. Is dat goed stevig, hè, Julia? Ja. Nou, wij gaan in ieder geval weer verder fietsen. Nou, dat was de Aircraft Fueling Station, Julia. Ja. Fueling. Fuel. Hier nog zo'n bijenbroedplaatsding. Insecthotel. Wist ik wel. Hier heb je een mountainbike parcours. Zien. Hier zie je daar ook al die aircraft fueling stations. Dat zijn allemaal lange gangers. Ja. Vind je het mooi? Nog iets hoger. Kun je het goed zien zo? Ja. Kijk, daar heb je weer de kranen. Mevrouw de koningin. Hier en daar heb je een bunker. Hé, hey, een bunker. Ja. Waar is de zon nou, Julia? Ja, ik zie hem achteraan. Heb ik net mijn shirt uit? Gaat de zon weg? De zon weg. De zon weg. Kijk, nu fietsen we tussen de hangars in. En daar is het zweefvliegveld. Hier mogen we niet verder. Vanaf daar gaan de vliegtuigjes omhoog, Julia. Mag ik kijken? Daar is het net geweest. Misschien straks weer. Hey, spugen jullie een beetje als je praat? Of, ja. Het begint te regenen volgens mij, hè? De vogeltjes zijn aan het plassen. Bah. Zo, jullie hebben jas aan, papa heeft zijn douche aan. We kennen weer een stukje. Hey vriend! Kijk, jullie huis is een salamandertje. Hij leeft nog wel. Ja, tuurlijk. Bijten kennen ze niet, toch? Ik film hem goed. Ik zal een mandertje. Ja. Zien hem? Ja. Dat is mooi, hè? Je gaat de kant in, anders word je straks overreden. Ja, als er nog zo'n man komt als ik. Hier, kom. Hou maar in het gras, salamandertje. Ik denk wel dat hij wat aan zijn pootje heeft of zo. Ja, dat rent niet hard. Of hij is gewoon geschrokken. We hebben hem wel gered, Julia. High five. Yeah. Een beestje gered. Ja. Hey, de camera staat weer aan. Zie je ook filmen weer? Ja. Met de filmen. Camera aan. Zo, dan zijn we weer op de vliegbasis, Julia. Thank you.
papa zegt dat het past, dan past het. Nee. Ja, echt wel. Hier staan we wel veilig en droog, Julia. Huh? Ja. Nou, we hebben een beetje regen en onweer in de verte en een druppel op de lens. En een druppel op de lens. Ik ben hier. Ben je hier, ho? Ja. Wat leuk. Ik ben ook hier, ho. Kijk jij dat je niet valt, want alles is vlijmscherp, jullie, hè? Het is helemaal vol gespoten met beton, die randen. Maar we zijn dus even een beetje aan het schuilen voor de regen, want het regent. En we kwamen een mooi bunkertje tegen. Dus we denken, nou, dan gaan we eens eventjes even schuilen. Hey, ben hier. Ben hier, moet je niet droog staan dan? Nee. Het is als goed is maar een klein buitje. En daarna nog meer kleine buitjes, maar... Hey. Even ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ja, ben ik hier. Kijk uit, niet met je gezicht er tegenaan, is scherp. Wat is dit? Wat staat er? Ammunition depot. Ja. Ja. Kom, gaan we droog staan? Het regent. Ja, jongens, het hoort er ook bij. Luier verschoon onderweg, kijk. Roeien met de riemen die je hebt, hè? Lekker op die ruwe ondergrond. Lekker je luiertje verschonen, Julia. Wel wat gewend, meisje. Heb je weer een lekkere droge luier? Ja. Ik denk de zon gaat weer schijnen, dus we kunnen wel fietsen. Maar het begint ook weer harder te regenen. Maar ik denk wel dat het zo voorbij is. Kijk, daar is blauwe lucht en daar is de regen. Ja, we zitten net op het randje. Het is echt net niks eigenlijk. Het regent wel hard. Hier is het baby washok. Kun je luiers verschonen. Pinky, dat is je wijsvinger. Zie je dat? Zo heb doe jij je een snotje aan je vinger? Onze rustpauze zit er weer op. Het is weer een beetje droog. Maar ik denk dat we nog wel een buitje op ons kop gaan krijgen. Dus we gaan weer lekker verder fietsen. Volgens mij zijn we alweer bijna bij de auto. En ja, dan gaan we weer naar de camping, denk ik. Want van de rest van de dag gaat het een beetje nat weer worden. Mama fiets daar, oh. Dus dan gaan we weer richting de camping. Fietsen weer op de auto laaien. En misschien gaan we nog een half uur in de auto zitten. Dat als het aankomt dat het plint, ja, dan ga ik niet de fiets oplaaien. Dan ga ik lekker in de auto zitten. Hier gaan we linksaf. Oh, nee. Oké. Daar gaan we weer. Hé, hey, hier lopen we. Het is een wachtershuisje dit. Hier hadden we ook wel pauze kunnen houden. Nee, dat is een grote geschutskoepel. Dat is Kik, hè? Die staat bovenop een bunker, Julia. En die kan ronddraaien. Dan kunnen ze vliegtuig uit de lucht schieten. En grote vliegtuigen daar. Ook een grote tank, Julia. Ja. Zie je hem? Zie je de tank daar bij de ingang? Kijk, dikke tank. Dikke tank. Dikke tank. Kijk, vliegtuigen. Ja. Mooi, hè? Kijk, hè? Ja, die blijven staan. Die gaan nergens heen. Huh? Ja. Nu gaan we er onderdoor. Wow. Mag ik hier ook kijken? Nee, dat mag niet, hij is dicht. Hij is dicht. Nee, kan niet. Kan er niet in, hè? Kan niet. Nou, zijn we dus bij Mercedes Benz. Kijk. Ja, allemaal tanks, hè, hier ook. Naar binnen kijken.
Ja, ik zag hem net. Die dikke tank, Julia. Dikke tank. Nou, daar gaan we dan. Met de wijn weer af. Zeg maar dag. Dag. Mama fiets achter ons. Kijk daar voor mama. Links van je. Hoi mama. Hé, eindvriendje. Nou, we hebben het gehaald hoor, naar de auto. Julia, high five. Yeah, nou zijn we nat aan het worden. Yeah. Yeah. Oh, maar, fietsen maar even op lijn, zo meneer. Ja, liggen. Op iedereen die rijdt, hè? Zo, dat was ons rondje Soesterberg, Julia. Vond je het leuk? Wel een beetje regen, hè? Ja. Wel een beetje nat geworden van de regen. Maar de fietsen die staan achterop, die hebben we achterop geladen. Die heb ik in de regen staan laaien. Maar heel kleinigheidje. En de fietsen staan erop en het wordt weer droog. Nou. Ja, dat was wat. Rondje Soesterberg. Vonden jullie het leuk? Ja! Yay! Nou, dit was dus het einde van de video. Vergeet even niet te abonneren. Doe even een duimpje omhoog. Julia, duimpje omhoog. Doe even een duimpje omhoog. Doe even een duimpje omhoog voor deze video. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei.